Welkom bij oude verstoting overwinnen. Vandaag ga ik kijken naar een clip van het kanaal Wie is de narcist? En we gaan het hebben over de narcistische woede. Want 9 van de 10 keer, ik denk wel 10 van de 10 keer is de verstotende ouder is een narcist. En een narcist heeft een aantal hele specifieke kenmerken. Dus kijk mee, dit gaat je ook helpen als ouder. Als jij je bevindt in een situatie waarbij je dus wordt verstoten, dit geeft jou inzicht in. Maar dat geeft je ook inzicht in wat er met jou gebeurt. Maar ook wat er met jouw kinderen gebeurt. Want het is niet zo dat in deze situatie dat alleen maar de, het kind wordt vers, verstoten van jou als ouder zijnde. Nee, het kind staat constant in contact met deze narcistische ouder. Het kan een man of een vrouw zijn. Maar deze wordt dus continu ook mishandeld op deze wijze. Dus laten we meteen beginnen. Ah oh ja, als je het door hebt. Wordt het voor jou veel makkelijker om mee om te gaan? Want jij gaat ervan uit dat deze verstotende ouder, deze narcist, normaal is. Nee, deze persoon heeft een persoonlijkheidsstoornis. Uh, het is eigenlijk een hele simpele stoornis. Als je het weet, is het makkelijk om mee te dealen. Dus we gaan meteen kijken. T wordt gezet. Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme en in de episode van vandaag wil ik het hebben over de narcistische woede. Sommige mensen ontploffen over dingen waar een normaal persoon nooit zo boos over zou zijn. Niet het boos worden op zich, maar boos worden over zaken waar een normaal mens niet zo boos over zou worden, is een duidelijk alarmbel dat de persoon niet normaal is. De narcist zoekt bewust conflicten op. Zolang zijn ego en eigen belang voorop staan, kan het goed gaan. Op het moment dat zijn imago op het spel staat of nul aandacht krijgt, dan is het gevolg narcistische woede. In een goede relatie proberen we bij een conflict tot een oplossing of compromis te komen, maar bij een narcist gebeurt precies het omgekeerde. Zijn frustratie leidt niet tot onderhandelingen, maar tot dreigementen en druk uitoefenen. De narcist kan niet tegen frustratie. In de ziege van de narcist is jouw weigering om toe te geven aan zijn macht een frustratie. Die veel meer is dan zomaar een tegenslag. Oké, okay, hoe ga je dat zien bij ouderverstoting? De narcistische ouder, de verstotende ouder, die ze allerlei regels hebben. Schreven, ongeschreven regels. Die persoon wil controle hebben. Dus op het moment dat jij iets anders doet. Dus je anders gedraagt dan de narcist, dan trigger je die narcistische woede. En dat kan geschreeuw zijn, opeens onrealistisch geschreeuw, opeens woedeuitbarstingen. Uh, stel je bent bezig met de overdracht en je bent uh, een aantal minuten te laat of er is iets anders. Kijk, de narcist verzint van alles. Uh, het is eigenlijk, uh, de narcist heeft de psyche van een klein kind van de leeftijd van een jaar of zes. Daar is het gestopt. De narcist verzint een conflict situatie, die verzint random iets waar jij aan moet voldoen. Doe je dat niet, dan krijg je woede over, zich heen, over je heen. De narcist heeft alleen maar woede als aanvalsmechanisme. Stel je bent bezig met de overdracht en er gaat iets niet goed. Misschien niet de juiste kleding mee, mee teruggenomen of het haar van het kind zit niet goed. Het haar van je kind zit niet goed, dan je narcistische woede. En die kan commentaar gaan leveren over die kleding. Uh, en als je dus niet mee akkoord gaat en zegt: ja, hoor, dat is inderdaad zo. kan je opeens een grote woede trilleren. Dat kan echt schreeuwen zijn. Maar uh, dat zou je waarschijnlijk wel gemerkt hebben. Hij komt er bijna niet overheen en kan zich al helemaal niet aanpassen. Nou, de angst- en frustratie-connectie: voor de narcist is manipulatie de enige manier om zich veilig te voelen en de baas te zijn. Hoe zelfverzekerd hij ook lijkt, meestal past hij het misbruik en de emotionele chantage toe vanuit een diep gevoel van angst. Als jij gehoorzaamt, zodra hij met zijn vingers knipt, kan hij zich machtig voelen. Doe je dat niet, raakt hij onherroepelijk gefrustreerd en volgt er een woedeuitbarsting. De verschillende maskers. Het zal ook maar zelden voorkomen dat de narcist zijn woede op een normale manier oploopt of afkoelt, zoals dat bij een normaal mens gaat. Met andere woorden, in de nacht is hij nog vol woede en drama en de volgende ochtend is er soms ineens geen veldje meer aan de lucht. Met zijn woede is hij uit op het uitzaaien van verwarring. Hij schakelt van het ene masker over op het andere masker. En hij doet alsof het niet gebeurd is. En niemand zal nog geloven dat dit de razende maniak is van de avond ervoor. Nou, wat veroorzaakt een narcistische woede? Misschien ben je van mening dat het op de een of andere manier jouw schuld is dat de narcist je zo behandelt. Je speurt in je hersenen naar wat je hebt gedaan om deze vredebehandeling te verdienen. Maar het gaat nooit om jou. Wat je gedaan hebt is weigeren om tegemoet te komen aan zijn... Onrealistische behoefte om hem onvoorwaardelijk te bevestigen. Narc Kijk, narcisten hebben dus constante bevestiging nodig. Die hebben niet een intern um, gevoel van: ik ben oké, okay, ik mag er zijn. Dus ze hebben constant van de buitenwereld nodig: ik ben goed genoeg. En tegelijkertijd ze, weten ze ook van zichzelf dat ze eigenlijk niet goed genoeg zijn, omdat ze die persoonlijkheidstoornis hebben. Dus ze zoeken die constante bevestiging. Als je dit ziet met een ouder die wordt verstoten op dit moment of waarbij de waarmee je in het proces zit Ga maar eens na kan je herinneren hoe dat was in de relatie en als je terugkijkt naar je relatie met je vader of moeder als het goed is ga je dingen herkennen ik persoonlijk heb zo'n moeder gehad ik wist bij het thuiskomen totaal niet van oké okay, hoe zit mijn moeder in haar vel die kon ieder moment boos worden om de raarste dingen en wat, doet mijn, wat deed mijn brein dan als kind? Die ging zoeken naar: oké, okay, er moet een oorzaak zijn, want dat zou logisch zijn. Maar die was er niet. Dus mijn brein als kind was constant op zoek naar gevaarlijke situaties. Dus daar word je gigantisch onrustig van. Dit is dus nu ook aan de hand met jouw kind als hij zit in dat huis. Narcistische woede is een reactie op narcistische verwonding. Narcistische woede is gebaseerd op angst en kan zelfs voortduren. Nadat de dreiging is verdwenen. De woede is gericht op de persoon die hem dit gevoel geeft. De woede is onsamenhangend en onrechtvaardig. Tijdens de woede kan hij schreeuwen, feiten omdraaien en ongegronde beschuldigingen uiten. En het komt out of the blue. Er is nog een belangrijk verschil tussen normale woede en narcistische woede. Wanneer een normaal persoon boos op je wordt, dan laat hij je ook precies weten wat je doet, wat hem zo boos maakte. Als een narcist boos wordt, komt zijn woede niet alleen out of the blue. Hij vertelt je amper wat je hebt gedaan om hem zo kwaad te krijgen. Hoewel hij natuurlijk altijd wel een tekortkoming bij jou zal proberen te vinden. Maar wat kun je doen om ervoor te zorgen dat hij gelukkig blijft? Niets. Er is niets wat je kunt doen. Het is onmogelijk, het is gewoon geen normaal persoon. Want bij normale mensen moet je daadwerkelijk iets doen om ze zo boos te krijgen. Kijk, ja, dit is echt kernachtig. Ga dus niet denken van als ik me op deze manier ga gedragen, dan komt het wel goed. Er is geen oplossing, want de narcist wil juist chaos. Door die chaos krijgt de narcist controle over jou, controle over de kinderen, controle over andere mensen. Dus als het doel chaos is, dan is het logisch dat het nooit goed komt. Van level 1 naar 7 zeg ik altijd. En een narcistische woede, uitbarsting, gaat gelijk naar level 7. Normale mensen bouwen dat op. Hè? Hun woede zijn proportioneel naar aan de hand van de situatie. Hè? Waarom zijn ze boos? Ben je boos omdat, omdat iemand zijn afspraken niet nakomt? Of ben je boos dat je misschien bent belazerd door iemand en dan word je ontzettend boos? Maar een narcist die gebruikt dat kopingsmechanisme, die komen gelijk bij niveau 7. Hè? En waar zie je dit gedrag nog meer? Als je kleine kinderen hebt gehad... Dan weet je nog hoe ze zijn als ze 2, 3, 4, 5, 6 jaar zijn. Dan kunnen ze opeens explosief boos worden. De narcist die is gestopt met groeien, emotioneel, op die leeftijd. Dus als je, dat ziet, als je dat ziet, dan herken je dat ook. Dus je hebt te maken met een persoon die emotioneel niet ouder is dan 6. Dus dan krijg je van die temper tantrums. Dus een persoon die opeens gigantisch boos kan worden. Uit het niets. Als jij zo naar kijkt en niet kijkt als, alsof je met een normale persoon te maken hebt, is het veel makkelijker. Je kijkt met een afstand en je kijkt en je denkt, oh, dit is een klein kind. Die, kan op, die narcist kan op werkgebied heel goed functioneren. Dit is iets heel anders. Dit is een ander gedeelte van het brein, dit is het emotionele gedeelte. Kijk er eens naar op die manier van afstand. Oh, wacht even. Dit is een klein kind met een temper tantrum. Die krijgen zijn zin niet. En wat doen die? Die gaan schreeuwen. En ze doen het niet met strategische woedeuitbarstingen. Mensen die dit wel doen, hebben een stoornis. Kijk, narcisten hebben twee lagen van woede. Ja, de eerste laag woede kan worden gezien als een explosieve woede, en de tweede, specifieke, geïdentificeerde vorm van narcistische woede is de passief-agressieve woede. Nou, de explosieve vorm is een duidelijke woede waarbij bijvoorbeeld schade aan voorwerpen of personen wordt toegebracht. Hè. Ze kunnen dus jou uh, verbaal misbruiken ook. En bij passief-agressief is het meer... ja, hoe zeg je dat? Is het meer mokkend of hij negeert uh, iemand... die het doelwit is van zijn woede. Maar wanneer de narcist iets niet bevalt... Als hij zijn zin niet krijgt of zijn ego wordt gekrenkt, dan kan hij je ook straffen door je soms uren of soms zelfs dagen te negeren. He, de stiltebehandeling, daar zijn ze ook heel erg goed in. Door die stiltebehandeling toe te passen, zorgen ze er eigenlijk voor dat jij gaat twijfelen, dat jij je gaat afvragen of jij iets verkeerds hebt gedaan. Want die narcist gaat jou niet vertellen waarom hij niet negeert. Kijk, het kan soms zo zijn dat stel in een normale relatie dat je elkaar negeert. Even een time-out hebben, even cool-down, eventjes gewoon even kalmeren, hè, want je bent boos. Maar daarna vertel je van, goh, ja, wat is het probleem? Wel, weet je, je gaat het uitpraten. Je hoeft het niet uit te praten, maar je, je weet ongeveer waar het probleem ligt, waar het zich bevindt. Bij een narcist niet. Als de narcist de stiltebehandeling toepast, dan wil de narcist dat jij je gaat afvragen wat jij verkeerd hebt gedaan. En ga jij maar eens even heel goed nadenken. En soms kom jij dan naar die narcist en denk je van, Goh jee, misschien heb ik dat wel gedaan. En bedoelt de narcist dat al helemaal niet. Maar dat maakt voor de narcist niet uit. De tactiek werkt. Jij ja, gaat naar die narcist toe en je zegt sorry voor zus en zus en zo. Terwijl dat niet eens is wat de narcist bedoelt. Maar het wordt wel tegen jou gebruikt. Het wordt gebruikt. Die narcist ziet dat als een zwakte van, hè. mijn manipulatietechniek werkt. Hè. En zo kunnen zij weer rechtvaardigen dat zij die stiltebehandeling hebben toegepast, want ik denk van ja, dan kan jij inzien wat jij verkeerd hebt gedaan. Ga jij maar eens even heel goed nadenken en vertel jij maar wat jij denkt wat jij verkeerd hebt gedaan. Dus dit is voor kinderen heel frustrerend. Ik heb dit dus ook meegemaakt als kind. Kan je voorstellen dat als jouw kind bij die narcistische ouders geweest en die komt bij jou dat hij ook verward kan raken van hoe kom het dat mijn in mijn geval, hè, hoe komt het dat mijn vader uh, niet zomaar tekeer gaat. En die kan er heel onrustig van worden, want die komt dus uit een gezin. waarbij er is heel, dus heel veel onrust is. Kind staat constant op spanning. Die staat constant, die loopt op uh, walking on eggshells, noemen ze het ook wel. En bij jou is er rust. Maar dat alarmsysteem, dat is die amygdala in het brein. Die, die speurt nog steeds naar boosheid. En het kan zijn dat als er een conflict ontstaat. dat jouw kind verwacht dat jij ook zo onredelijk boos gaat worden. En die kan als mechanisme, als copingstrategie, daardoor juist extra agressief naar jou toe gaan. En jij blijft gewoon rustig. Maar dat wordt jouw rust, gaat in zo'n geval juist onrust veroorzaken voor je kind. Want je kind denkt, waarom is mijn vader zo rustig? Dit is raar. Ik ben totale chaos gewend. Dat is de stiltebehandeling. Een hele beroemde tactiek en een heel erg effectieve tactiek. Wat ze vaak ook weg doen, is weglopen en negeren. Ja, dus, uh, hoewel je waarschijnlijk het bewijsmateriaal hebt, hebt gezien, hoe gestoord die narcist wel niet is. Tijdens zijn woedeuitbarstingen wil je dat waarschijnlijk niet laten merken. Om hem niet te kwetsen en om jezelf te beschermen. Dus speel je het spelletje mee en in het vervolg geef je geen enkele kritiek meer. Door nou maar weer je mond te houden, dan leg je eigenlijk meer de basis voor meer misbruik en woede-uitbarstingen. De narcist denkt dat hij er toch wel mee wegkomt. Je kruipt hierdoor steeds meer in je schuld. En hij gaat, steeds machtiger, hij gaat zich steeds machtiger voelen. En dat zal hij laten merken ook. Nou, wat kun je doen als hij klaagt en raast? Nou, je kunt alleen dit patroon doorbreken door in te zien... dat er voor emotionele chantage twee mensen nodig zijn. De narcist kan je alleen emotioneel chanteren met zijn woedeuitbarstingen... als hij de juiste manier bij je heeft gevonden om dat te doen. Veel belangrijker dan zijn gedrag te proberen te veranderen... is de moed en het doorzettingsvermogen hebben om jezelf te doorgronden en je houding tegenover de narcist aan te passen. Door door je steeds toe te geven leer je hem in feite hoe hij je emotioneel kan chanteren. En als je hem blijft belonen voor dat gedrag, zal hij dat blijven doen. Je moet hem leren hoe hij jou moet behandelen. Het eerste wat je kunt doen in een situatie waarin je je voelt aangevallen, is om hem te vertellen dat je de kwestie niet met hem bespreekt, tenzij hij er normaal over kan praten zonder jou aan te vallen. En hierin moet je echt voet bij stuk houden. Natuurlijk is het het beste als je dit ook kunt doen op een rustige toon. Hè? Dus niet ook niet gaan terugschreeuwen. En dan is de rest aan de narcist. Kijk, het is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is iets om, om aan te werken. Om jouw... ja, ik ben het hier dus absoluut niet mee eens. Dit zou werken als de narcist jouw mening zou respecteren. Maar dat doet de narcist absoluut niet. Dus wat gaat er gebeuren? Die gaat schreeuwen, die gaat uh, gooien met dingen, die gaat de meest erge dingen roepen om jou uit te lokken. En jij kan inderdaad, wees rustig zeg op een normale toon: ik wil niet met je in gesprek. Maar jij gaat bijvoorbeeld, die narcist gaat gewoon door, die gaat schreeuwen, die gaat de meest lelijke dingen roepen. Verschrikkelijke dingen. Um, dingen waarbij die, die gewoon veel te ver gaan. Alles om maar een reactie bij jou uit te lokken. Dus het doel is om een reactie bij je uit te lokken. Dus ondertussen krijg je de meest verschrikkelijke dingen te horen. Er kan uh, fysiek geweld gebruikt worden. Er kan, de narcist kan gaan gooien met van alles. Stel jij denkt, weet je wat, ik ben verstandig. Ik loop weg. Dan gaat de narcist gewoon achter je aan. Uh, narcisten vinden het heel fantastisch om dit ook te doen in de avond. Waardoor je dus niet weg kan. Dus je zit opgesloten in die woning met de narcist. Als je niet weg kan, hè, heb ik het nu over. Als je daar woont. Dus als kind zijnde heb jij dat ook, je kan gewoon niet weg. Dus wat hij nu aangeeft met geef je grenzen aan, werkt niet. En wat je misschien kan denken is en dat dacht ik vroeger ook. Ik zie wat er gebeurt, ik laat het me niet raken, maar je onbewuste, alles komt er doorheen. Dus jouw lichaam, je brein triggert zich op. Oh, als dit gebeurt, dan gaat er nou steeds los. Dus dit is iets wat je niet kan stoppen. Je kan niet stoppen dat, is jou, uh, dat het invloed heeft, heeft op jou. Dus denk niet dat je dit kan stoppen. De enige manier is wegwezen. Grenzen aan te geven. Aan te geven van, hé, hey, jij gaat niet zo tegen mij schreeuwen. Uh, wat je ook kunt doen is, als, die, als het echt superheet, een hete, verhitte discussie is... en een hete woedeaanval, dan zeggen van, uh, luister, ik ga even naar buiten. Ik ga even weg, frisse neus halen en ik kom later op dit gesprek terug. Dus dat moet je doen. Je moet zorgen dat je niet ingaat op, je gaat niet terugschreeuwen. Je moet je kalmte bewaren. En dat is moeilijk, dat is echt moeilijk. Want je, vooral bij een narcist is dat heel moeilijk. Zeker als je gefrustreerd bent. Maar je moet dat echt proberen. En als je er klaar voor bent om dat gesprek aan te gaan, dan uh, hoef je het niet eens te zijn met die narcist. Dan zeg je, goh, dat, ik, dat is jouw mening, maar ik ben het er niet mee eens. Dus dat is het. Ik respecteer jouw mening. En dit is mijn mening. En dan laat je ze maar lekker gaar koken in een soep. Ja, ver, vergeet het maar. De narcist gaat, jou, uh, gaat het niet aannemen, die gaat gewoon door met schreeuwen. Die gaat je allerlei verwijten maken. Kijk, daarom als je als kind dit meemaakt, je zit vast. En daardoor uh, wordt er posttraumatisch stresssyndroom gecreëerd. Dat heet complex posttraumatisch stresssyndroom. Dat wil zeggen dat je in een situatie zit waar je niet uit kan. Je zit gevangen en je wordt constant uitgescholden. Er wordt constant op je gelet. Je krijgt constant te horen wat allemaal niet goed is want je moet je natuurlijk niet als een deurmat gaan zitten gebruiken, laten gebruiken, want dat ben je natuurlijk niet. Want als je dat gaat doen, dan gaat die narcist juist verder en dan gaat die narcist de volgende keer nog een stapje verder, nog een stapje verder, wordt alleen maar erger. En ik zeg ook altijd: neem het nooit persoonlijk op, want dit is een stoornis. De narcistische woede is niet persoonlijk naar jou gericht. Want je, je, kijk, je bent het slachtoffer omdat jij toevallig uh, voor zijn neus staat, maar als jij het niet bent, is het wel iemand anders. Ja, dus, uh, dus net als, je, als je door een slang gebeten wordt, dan neem je, niet, neem je dat ook niet persoonlijk. En ze kunnen je fysiek aanvallen. Het ligt echt aan hoe boos ze zijn, hoe erg die woede is, die narcistische woede is. Maar ze kunnen je dus ook aanvallen. Dus daar moet je echt mee oppassen. En als dat gebeurt, mensen echt. Ik zeg altijd, ga weg bij die narcist. En dat is echt. Ik weet dat het makkelijk is gezegd dan gedaan. Maar dat is echt de beste optie. Dat is de enige manier om jouw eigen rust weer te vinden in je leven. Ja. En die woedeuitbarstingen, dan lijkt het net alsof je een zesjarig kind voor je hebt in een, in, een, in een verpakking van een volwassene. Ja, het omhulsel van een volwassene. Ja, dus wacht niet tot het fysiek wordt. Ga al bij de, de psychologische gedeelte weg. Jij denkt misschien, ik kan een narcist veranderen, maar die veranderen dus niet. Ze weten exact wat ze doen. Het is een tactiek die ze gebruiken. Het is een copingmechanisme. Maar ze zijn zich ervan bewust. En hoe weet ik dat? Heel simpel. Er zijn narcisten die dit al hebben toegegeven. En wat gebeurt er als er opeens andere mensen bijkomen? Wat gebeurt er als er opeens een buurman is? Of een andere locatie? Opeens kan een narcist zich perfect gedragen. En dat kan alleen maar als die persoon precies weet wat hij aan het doen is. Maar het zijn net kinderen van zes jaar. Als zo'n narcist zo'n woedeuitbarsting heeft. Onredelijk. Echt onredelijk. Nog erger dan een zesjarig kind, nog wel. Mensen die een narcistisch, narcist in hun leven hebben of hebben gehad, die weten waar ik over praat. Als ik over de narcistische woede heb, dan weet jij precies hoe, zij, hoe boos ze wel niet kunnen worden om totaal niks. Als je gaat terugdenken nu en, jij bent, en je hebt zo'n narcist niet meer in je leven en je gaat even terugdenken naar die narcistische woede-uitbarstingen van zo'n narcist, gaat het eigenlijk om helemaal niks. Het gaat om helemaal niks. Dus het is ook weer een flexibele vorm van manipuleren. Want zij gebruiken dit. Want dan zijn ze de ene keer boos en dan de volgende dag is er niks aan de hand. En ze zorgen ervoor dat jij op je op je teentjes moet lopen. Want je denkt van, oké, okay, hoe, hoe stapt hij of zij vandaag zijn bed uit? Kijk, in jeugdzorg heeft hij dus heel veel moeite mee. Die uh, erkennen dit niet. Die gaan er niet vanuit dat er een persoonlijkheidsstoornis is. Terwijl in de meeste gevallen is er gewoon wel een stoornis aanwezig. Dus als dan een van die ouders compleet uit zijn dak gaat of zo extreem reageert, wat zegt jeugdzorg dan? Oh, daar zal vast wel een reden voor zijn. En vanuitgaande uitgaande dat deze persoon normaal is, want een normaal iemand wordt niet zomaar zo boos. Ik heb bij de politie heb ik dit ook zat meegemaakt. Mensen die compleet uit hun plaat gingen om helemaal niets. Waarschijnlijk was zij dus ook een persoonlijkheidsstoornis aan te pas. Dus nu lopen daar dus tegenaan dat ze Heel aardig kunnen zijn tegen jeugdige medewerkers. en het andere moment compleet los kunnen gaan. Het is eigenlijk één groot theaterspel. Hè? Ja, zo gaat dat. Uh, ze, ze gebruiken zoveel manipulatietechnieken, mensen wil je niet weten. Dus hij geeft het aan, uh, erger dan een zesjarig kind. of ja, net zo erg als een zesjarig kind. Nee, een zesjarig kind kan er ook niets aan doen. Dit is de modus. Die wordt boos. Een zesjarig kind wordt niet opeens heel relaxed als er een buurman binnenstapt of dat er iemand anders binnenstapt, die is gewoon boos. De narcist kan van het ene naar het andere moment die kan opeens uh, weer normaal doen. En daardoor weet je dat het een act is. Zoals de normale mensen ontwikkelen, zo ontwikkelen narcisten niet. Dus het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je uh, ja, werkt aan een moment dat je weg kunt gaan bij zo'n narcist. Dat is altijd het uitgangspunt. Dat moet jouw uitgangspunt zijn. Ook al kan het misschien niet vandaag, maar hè, dat je moet voorbereiden naar zo'n punt. En mensen die het wel hebben gedaan, geloof mij, als je hoort mensen, er zijn heel veel mensen en ook heel veel mensen die naar deze podcast luisteren. En eh, mensen die op mijn YouTube-kanaal reacties hebben achtergelaten en hun ervaring hebben gedeeld. En dan denk je, Jemig, wat heftig, maar hoe goed het is dat je weg bent bij die persoon. Hoe goed het is, hoe... Je zult ze horen zeggen: ik heb rust. Kijk, je moet natuurlijk genezen, helen, dat is heel normaal. Maar als jij weggaat bij een nar narcist, direct weggaat bij een narcist, dan is het eerste gevoel wat je hebt: rust, rust, vrede, gevoel. Kan je zelf weer zijn? Je hoeft niet op je teentjes te lopen, je hoeft niet, uit te, je hoeft niet na te denken wat je, wat je zegt. Dat is het eerste wat je voelt. Kijk, tuurlijk is er ook een schok. He, de, de shock of betrayal, de schok van verraad zeg ik altijd nadat je weggaat bij zo'n narcist omdat je er dan achter bent gekomen van oké okay, dit is de ware persoon en ik voel me zo opgelicht ik voel me zo genaaid door deze persoon ik zie nu pas in wat voor wie die persoon echt is hè? kijk en als kind zit je dus vast en als je te maken hebt met de ouderverstoting dan moet dat kind dus die ervaart ook die onrust want wat doen die ouders die narcistische ouder die gaat iedere keer als er een overdrachtsmoment is. of iedere keer als het kind contact heeft met de andere ouder. een probleem creëren, een drama creëren. Dus die linkt een probleem met jou. Dus waar je het kind bijvoorbeeld blijft vertelt over die andere ouder. Nee, nu wordt het een drama. Dus wat gaat het kind op, op een gegeven moment doen? Van oké, okay, ik wil zorgen dat het drama stopt. Want mijn vader of mijn moeder, die gaat iedere keer schreeuwen. Die gaat iedere keer tekeer. Ja, dus het kind probeert een oplossing te zoeken. Dus het is heel logisch dat het kind dan opeens als oplossing kan bedenken: Weet je wat? Ik ga niet meer om met die andere ouder. Ik ga niet meer om met die veilige ouder. Het is op zich een logische gedachtegang. Als je hierover nadenkt, dan zie je ook de logica daarvan, je ook de logica daarvan inzien. Maar zie dus ook dat het kind constant getraumatiseerd wordt in die situatie. Want wat denk je wat er gebeurt als jij uit het spel bent, als je uit beeld bent? Dit, dat trauma blijft verder gaan. Die narcist gaat niet opeens stoppen. Die blijft gigantisch onvoorspelbaar voor je kinderen. Dat is de schok van verraad, noem ik dat. Kijk, je moet natuurlijk door een helingsproces genezen. Dat kost tijd, dat is normaal. Je, hebt, je emoties zijn all over the place, dat is heel normaal. Je, je hebt woede aanvallen, of je met je voelt je boos. Je wilt wraak nemen. En dan voel je je weer de ene dag voel je je weer zo goed, zo zelfverzekerd, dat, zo zelfverzekerd van jouw keuze dat je, die je gemaakt hebt om de narcist te verlaten en dergelijke. Je hebt uh, slapeloze nacht. Heel veel mensen dromen nog over die narcist. Hè. Nog maanden, jaren nadat ze de narcist verlaten hebben, blijft die narcist in je dromen komen. En dat is ook. Uh, terwijl je er niet eens aan denkt, terwijl je dat niet wilt. He, maar dan, en die dromen lijken dan nog zo echt, he, alsof het echt gebeurt. Ik heb dus reacties gehad van mensen die, die echt heftige situaties hebben meegemaakt. En ze zijn weg bij, narcist, bij de narcist en ze zien nu he, um, in hoe beter hun leven is: hoe rustiger hun leven is, hoe meer stabiliteit er in hun leven is. En deze mensen die narcisten in hun leven hebben gehad. Die uh, kunnen nu een narcist van kilometers ver af ruiken. En dat is ook de bedoeling. Dat je het ziet. Hoe zorgen we ervoor dat een narcist jou niks meer kan doen? Jij moet helen. En daar gaat deze aflevering niet over. Maar jij bent er ooit mee akkoord gegaan om met zo'n narcist samen te gaan wonen. Om daarmee te trouwen. Om daar kinderen mee te krijgen. Dat kan alleen... Dat kan dus alleen als jij bent opgevoed... Door een narcist. Ik wil niet zeggen dat het 100% is, maar de kans groot is groot dat jij dus ook in een onveilige situatie bent opgegroeid. Daarom moet je eerst zelf helen. En daarmee kan je ook veel makkelijker zorgen voor je kinderen. Die gaan dus nu dat trauma, die ondervinden op dit moment dat trauma. Het kan zijn dat jij nu bezig bent, hè, dat ze bezig zijn in het proces van verstoting, of ze hebben je al verstoten. Maar weet dat dit dus aan de gang is. Ja, dat is het mooie ervan. Als je bent geheeld, dan kun jij een narcist ruiken van 10 kilometer afstand. Dan weet je gelijk, ook, dit is een narcist. Bij mij moet je niet in de buurt komen. Want als je bij mij in de buurt komt, dan krijg je, de, dan krijg je hem volop van mij. Weet je? Dat... Nou, we zijn bij het einde aangekomen. Wat is opvallend? Volgens mij is van 5 tot 10, 15 procent heeft zo'n stoornis van de mensheid... Dus dat is gigantisch veel. Dus ik vind eigenlijk dat op scholen dat hierover gesproken moet worden. Want als je zo iemand treft, dan heb je het slecht. Als je vastzit, als je zo iemand uh, op straat tegenkomt of ergens anders, een situatie bij weg kan, dan moet je gewoon weggaan. Want deze mensen willen juist die chaos hebben. Let op, nogmaals, waarom is dit belangrijk? Dit is van belang, zodat jij als ouder weet waar je mee te maken hebt. Die verstotende ouder is niet voor reden vatbaar. Jeugdzorg gaat ervan uit. Twee partijen, twee schuld. Ze willen allebei het beste voor het kind. De narcist gebruikt het kind om wraak te nemen op jou. Om wraak te nemen op het kind. Het kan, dit gebeurt ook, hè? Kind lijkt op jou. Dus die ouder wordt eraan herinnerd dat jij de vader bent. Jij bent de vijand. Dus de narcist zet zichzelf op de eerste plek. Kind op de tweede plek. Kind is een verlengstuk. Kind is er alleen maar om de narcist te pleasen. En ondertussen wordt het kind constant dus ook mishandeld. Dus jij hebt als ouder de verantwoordelijkheid om a. op jezelf te letten, weten hoe jij met die narcist om moet gaan en om er te zijn voor jouw kind. Want die heeft jou echt gigantisch hard nodig. Jij moet je kinderen helpen om ook te helen van dit trauma. Want dat is het. Kind zal het niet meteen zeggen, maar die zal ook waarschijnlijk eigen kopingmechanismen. Uh, krijgen. Dus je gaat niet direct zeggen: van, Oh, het is mijn vader of het is mijn moeder. Nee, die gaat problematisch anders gedrag vertonen. Andere aflevering ga ik er meer over vertellen. Uh, maar tot nu toe: herken dit. Dit is die narcistische boede en zorg ervoor dat jij niet geraakt wordt. Heb je hier wat aan gehad? Geef een like, subscribe, kijk op YouTube, word lid van het kanaal. Kijk op Spotify, word daar lid. Geef een review als het kan, want daarmee zorg je dat dit is, deze boodschap er de verspreid wordt, waardoor wij, de, wij dus met z'n allen oude versluiting kunnen overwinnen, want het is eigenlijk makkelijk te overwinnen als de kennis er is en je weet exact wat je moet doen om ervoor te zorgen dat jij je kinderen weer terugkrijgt.